harnas van leugens en pretenties die ik op sta te houden tegenover mensen. Dus op een gegeven moment wilde ik het zeggen, maar ik had het al zo vaak geprobeerd. En ik stond in de keuken en ik hoor opeens mezelf tegen mijn moeder zeggen, zomaar, mam, ik moet je wat vertellen. Mijn moeder was aan het koken, die keek niet op. Die zei, ach joh, dat wisten we al lang. Ik zeg, nee, dat is het niet. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Hallo, ik ben Jos. Hoi, ik ben Paul Ungme. Ik heb net de hele boel gewit. Nee, want jij bent Paloma. Nee. Met Lisette. Ja, lieve schat, luister. Prachtig! Prachtig! Ik zing voor jou. Elke avond weer een andere stad. Met mijn gitaar heeft elke dag weer zin. De gevoel. Tussen de Montekkies en de Capulettis. Hilariteit alom is een groot woord, maar een hoop lol met veel kledingwissels. Mannen met vrouw, als vrouw verkleed, met pruiken en jurken. Ja, dan is het echt bijna een klucht, zeg maar. Dat is, ja. En ik denk dat een kracht is van de voorstelling, omdat veel mensen misschien bij Shakespeare denken, oh, dat zal heel zwaar zijn en heel moeilijk zijn en dat zal ik misschien wel niet begrijpen. Nee, het is echt totaal niet zo. Nee. Het is ook nooit zo geschreven. Dat hadden ze mij ook nooit gevraagd. Na de dood van de beste vriend van Romeo en dat hij dan de neef van Julia doodt, dan kantelt het verhaal en dan wordt het steeds serieuzer en heftiger. En dan is het zaak dat wij het publiek zeg maar als een soort sluipmoordenaar de intrekken. En dat ze aan het einde toch geroerd zijn op het moment dat ze allebei doodgaan. Het leuke dus, als je met 5 mannen speelt, krijg je ook ineens hele andere thema's die er kop op steken. Het blijft natuurlijk een liefdesdrama, maar wij steken dus in het begin wel eigenlijk een klein beetje de draak met het feit dat er 2 mannen staan te zoenen. Dan breken we de scène af en zeggen van wat gebeurt hier en wat. En dan neemt iemand anders van ons de scène weer over door te zeggen, jongens, dat is de kracht van de verbeelding. En dan maken we er eigenlijk een beetje een grapje over, zodat de rest van de voorstelling niet raar is als een jongen en een jongen met elkaar zoenen, terwijl het een jongen en een meisje hoort te zijn. Je hebt mijn zonde te lief op je genomen. Geef maar mij terug. Het is dan een MTV-productie, dus in die zin grote doelgroep zijn de jongeren. Maar ook de volwassenen die er zijn. En dat inderdaad verschilt per avond. De ene avond hebben we meer jongeren dan volwassenen. Soms is het een beetje 50-50. We hebben ook voorstellingen gehad waarbij het echt overwegend volwassenen zijn. En die wel of niet vaak naar theater gaan, dat weet ik niet. Maar ook zij hebben echt een hele goede avond. Ik weet het nog precies, want de aardbeving is nu al 11 jaar geleden. Want toen ging ze van de borst. Oh, ik zal het nooit vergeten hoor, uitgerekend op die dag. Ik zal het nooit vergeten, want ze kon staan en lopen. Lopen? Nee, ze rende. Oh, ze rende. Door het hele huis. Oh, en de dag ervoor was ze gaan vallen op de hoofd. En mijn man, god, hebben ze ziel. Hij hield wel van een grapje. Hij pakt het schatje op en zei, val je zo op je gezicht? Als je later wezen bent, dan val je wel op je rug. Hé, hey, Neeltje. Ja. Ik vind het interessant. Het feit dat wij met z'n vijven alle rollen spelen. Dus je ziet een deel van de rol van Julia gespeeld worden door Tim bijvoorbeeld. Maar Teun speelt ook een deel van Julia, ik speel ook een deel van Julia. En allemaal doen we dat op een hele verschillende manier. Ook op een heel ander stadium in de voorstelling. Dus de ene scène is wat grappiger dan de andere scène. Maar dat maakt dat die personages heel, heel rond zijn, zeg maar. Dat er veel te zien is. Ik wou dat ik hem nog een keer kon geven. Wil je hem weer terug? Waarom dan? Om gul te zijn. En hem nog een keer te geven. Oh, maar dan wens ik iets dat ik nog volop heb. Mijn gulheid is grenzeloos als de zee. Mijn liefde
Feyenoord. Hoe meer ik je geef, hoe meer ik heb. Ze zijn onuitputtelijk. Julia, ik hoor iets binnen. Vaarwel, mijn lief. Julia. Ik kom zo. Wees trouw, liefste Montecchi. Ga nog niet weg. Nee. Ik kom zo terug. Okay. Ik kende eigenlijk alleen Teun. Daar heb ik al eerder mee in een stuk gestaan. Maar de rest kennen we elkaar allemaal eigenlijk niet. Nee. En wat het stuk, zeker in de eerste drie kwartier, heel erg nodig heeft, is die vriendschap en die lol en die energie. En die hebben wij ook met z'n vijven. Dus dat is wel een stuk makkelijker spelen dan. Ja. Ik bedoel, als wij opkomen het eerste half uur met het rennen en het kussengevecht en het vliegen over het podium, dat komt echt voort uit ons vijven. Dus dat is maar goed ook dat het dan wel een beetje klikt. Want ja, ik weet niet hoe dat zou gaan als je elkaar... Nee, ik denk dat dat ook een grote kracht is van de voorstelling. Dat we niet proberen om een soort groot Romeo en Julia verhaal te vertellen. Dat is een onderdeel ervan. Maar daarnaast blijf je ook altijd ons vijven zien die dat met veel plezier en ook veel ernst of zo probeert te spelen. Ja. Ja, en gelukkig hebben we het super naar zin. In de bussen heen al is het gewoon één groot feestje. Dat laten wij u hier vanavond zien. Blijf kijken. Want wat er ook mis mag gaan. Mensen, wij gaan er tegenaan.